Oh shit. Oh shit, what is... Oh my fucking god. Let's go! YouTube, Ace hier met vandaag dus een nieuwe badpraat video in een bad. Ik ga er zo meteen in, maar ja, dit eierklokje is nu ook helemaal nat. Nice. We gaan er zo meteen aan beginnen. Vergeet zeker niet dat duimpje omhoog. 1000 likes of meer zou fucking awesome zijn. Ik weet dat jullie het kunnen, dus smash even dat likeje. Let's fucking do this. Oh. Yo, yo, chat. Ik zit hier met vandaag onze nieuwe badpraat met mijn kanaal. Vandaag zitten we in een bad en we praten over, ja. Zoals jullie kunnen zien in de titel, we praten over stoppen met YouTube. Wow. Enkele van jullie hadden waarschijnlijk een paar dagen geleden mijn tweets wel gelezen. Als je die nog niet hebt gelezen, hier zijn ze. Deze twee tweets had ik geplaatst. 2 dagen of 3 dagen of 4 dagen geleden. En ja, daarin zei ik dat ik ging stoppen bij jou, Chaup. En dat ik, ja, shit like that. Ik kan jullie met veel plezier zeggen dat dat niet waar was. Maar er zat ook wel een beetje waarheid in. Er zat een beetje veritas in. Veritas betekent waarheid in het Latijn. Ik heb 3 jaar Latijn gedaan. Of 2, ik weet het niet meer. Maar dus daar gaan we het vandaag over hebben. Stoppen bij jou, Chaup. Zo shit, god ermee. Ophouden en het niet meer mee verder doen, daar gewoon mee stoppen. Ja, ermee stoppen. Als ik zou stoppen met YouTube, dan zou de enige reden zijn dat er iets in mijn leven was die veel belangrijker was en die echt zo de plaats zou innemen van YouTube en die dacht gewoon voor eens en voor altijd uit mijn leven kikt. En ik denk dat er maar 2 dingen zijn die de kracht hebben om dat te doen. En 1 daarvan is school. En de andere is waarschijnlijk de leeftijd. En dan kan je zeggen, wat leeftijd? Er zijn YouTubers van zoveel jaar. Ja, maar die leven ervan. En als je op een bepaalde leeftijd bent en je ziet van holy shit, ik ben nu 24 en ik heb een job en ik heb een vrouw. Dan denk ik ook niet dat je nog verder doet met YouTube als het niet voor je beroep is. Want dan heb je denk ik geen tijd meer om nog al die shit te doen. Dus ik denk dat de enige 2 dingen zijn die YouTube zouden kunnen kicken uit mijn leven. Maar voor het moment zit stoppen met YouTube er echt niet in. Maar zoals ik zei, er zit wel een sprankeltje waarheid in. En daar komen wij nu op neer. Wow. Als je vaak de video's van Unagis kijkt, dan ga je ook wel, of van Quinten, dan ga je ook wel al eens gehoord hebben van ik haat mijn leven en YouTube zorgt ervoor dat mijn leven kut is. Als kijker, of als kleinere YouTuber, en als kleinere YouTuber dat zeg ik minder dan 5000 abonnees, dan snap je dat waarschijnlijk niet zo goed. Dan wil jij waarschijnlijk gewoon ons leven hebben, maar echt super graag dat je gewoon denkt van holy shit, ik wil zijn leven. Dat wil je niet. Dat wil je niet. Vanaf dat ik 10k heb gehit, zijn er zoveel dingen veranderd in mijn leven. Holy shit. Kijk, alle vrije tijd die ik nu heb in de zomer, ga naar YouTube. En dan bedoel ik moet heel veel werken. En ik heb maar 2 dagen per week waar ik verlof heb. Dus waar ik niet moet werken. En die 2 dagen worden eigenlijk gewoon volledig besteed aan YouTube. Omdat ik na mijn werk geen tijd meer heb om nog een video te maken. Of gewoon zelf te moe ben om nog een video te bewerken. Waar ik nog genoeg energie voor heb is een boek lezen, een film kijken of I don't know, gewoon even skypen met de squad. En dat is natuurlijk ook super epic, want die dingen skypen met die dudes van YouTube, met mensen, vrienden die dezelfde interesse hebben als jou. Afspreken met die dudes, geweldige momenten beleven op een Dutch YouTube gathering. Afspreken met erom naar Amsterdam te gaan, naar Antwerpen gaan. Zo shit, dat zou ik nooit kunnen doen hebben dankzij jullie. Maar het is niet alleen dankzij jullie, want ik heb er ook heel veel dingen voor opgeofferd. En ik ben er gewoon voor blijven vechten om echt te komen tot wat Ace nu is. En te blijven groeien en blijven energie erin stoppen en shit like that. En natuurlijk is wat ik terugkreeg van jullie echt... Het is fucking sick. Het is gewoon nice. En ik ben gelukkig. Maar aan de andere kant mis ik ook wel een paar dingen. En dat zijn dan die avonden chillen met vrienden en zo. Dingen doen met mijn vrienden hier en zo.
En ik ga niet zeggen dat ik in heb laten vallen. Ik ga niet zeggen dat ik een... Ik heb hem wel verwaarloosd. En ik moet niet in de verleden tijd praten, want ik verwaarloos hem gewoon nu nog altijd. Maar na de zomer gaat alles beter worden. Dus ja, dan, ik denk dat het allemaal wel goed komt. Ik heb al heel veel dingen moeten opgeven voor YouTube. En ik heb alles natuurlijk gedaan omdat ik het zelf wil. Als ik het niet had gewild, dan had ik het niet gedaan. Stoppen met YouTube zit er voor het de komende jaren nog niet in. Ik wil het niet stoppen. Het is echt iets geworden waar ik voor wil gaan. Waar ik echt voor wil vechten en zo. Op sommige momenten is het gewoon super moeilijk zoals nu. En ja, er zitten duistere tijden aan te komen. Volgende week is het heel druk op mijn werk. En de week daarna is het ook heel druk op mijn werk. En de week daarna en de week daarna heb ik dus 2 weken vakantie. En dan moet ik niet werken en dan ben ik vrij. Yes! Er komen heel vet video's online. Ik heb allemaal dingen gepland met Peace Games, met Joey Crook, met Gio van Gameplay World XL. Dat zijn allemaal coole vrienden van mij die dan zeiden van ja, moeten we het doen, dude. Dus er komen allemaal coole dingen met hun online. Ik denk dat het gewoon nog vet gaat worden. Dus ja, ik bedoel gewoon even lekker chillen in een badje. Yeah, just like this. Hebben hier een banaan in een bad. Dus jongens en meisjes, hierbij weten jullie ook hoe het zit met mij, hoe ik alles doe, hoe ik omga met al die shit. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden, dus zeker blijf omhoog als het leuk vond. Ik ben Aceit en ik zal zeggen bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij het leuk? Smash dan even dat blauw duimpje tot die echt blauw is. Deel deze video met al je vrienden en ja, laat ook een commentje achter wat jij ervan vindt. Ik ben Aceit en ik zal zeggen adios, bitches. Yeah.